Nogmaals welkom bij deze lecture. Ik wil graag het woord geven aan mevrouw professor Dr. Corien Prins, raadslid van de WRR, om deze zitting te openen. Dames en heren, wij hadden hier vorig jaar op deze plaats een indrukwekkende en zeer stimulerende discussie over ontwikkelingssamenwerking met prachtige lezingen. Ik kan u in ieder geval alvast aankondigen dat 18 januari van het volgend jaar, en het is al bijna, het rapport aan de minister gepresenteerd zou worden. Het rapport over ontwikkelingssamenwerking. Dat even nog terugkerend naar het afgelopen jaar, maar dan het thema voor dit jaar. Een aantal van u zal met de auto hier naartoe gekomen zijn wellicht. En in het gedrag en in de keuzes iets nieuws in deze straten rondom deze kerk ontdekt hebben. De default option voor vanmiddag was niet meer dat u hier heen en weer met uw auto kon. De straten zijn afgezet, ons gedrag en de keuzes voor vanmiddag wat betreft de automobilisten zijn veranderd. Er is beleid gevoerd, wij hebben andere keuzes te maken. Het thema voor vanmiddag. In onze complexe samenleving hebben wij vele keuzes te maken. Ik refereer ook nog maar aan het begin van deze week, ik geloof dat het begin van deze week was, massale inenting tegen de Mexicaanse griep. Ik, moeder van twee kinderen, had ik nu wel of niet de keuze te maken om mijn kinderen te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. En in hoeverre heeft de overheid en langs welke mechanismen heeft de overheid mijn keuze daarin al dan niet bepaald? Wij staan er vaak niet bij stil, maar heel veel van de keuzes die wij iedere dag weer maken, worden expliciet dan wel impliciet gestuurd. En dat betekent dat daarmee wij ook aan het beleid raken. Vraagstukken rondom in hoeverre de overheid als keuzearchitect, de titel voor vandaag is even verdwenen op de schermen, de overheid als keuzearchitect, in de zin dat de overheid ons gedrag in die complexe samenleving waarin wij leven stuurt. In de wetenschappelijke literatuur, en professor Taylor zal dat vanmiddag als eerste ook met ons delen, zijn de laatste jaren fascinerende nieuwe ontdekkingen gedaan over de wijze waarop wij keuzes maken. Dat het niet puur alleen maar rationele beslissingen zijn, maar dat die keuzes mede ingegeven worden door andere factoren. We komen steeds meer te weten over hoe ons brein functioneert. Cognitiewetenschappen leveren een belangrijke bijdrage aan het nadenken over keuzes en gedrag. Ook vanuit de economie, binnen de economie, veelal een harde discipline, wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de meer psychologische, de zachte kant van de keuzes die wij daarin maken. Voor de WRR aanleiding, zeker ook omdat die keuzes een relatie hebben met beleid. Denkt u maar aan gezondheidszorg, denkt u aan het milieu, ook vanmiddag een thema. Omdat keuzes een relatie hebben met beleid, voor de WRR reden om dat onderwerp op het werkprogramma te zetten. En voor vanmiddag betekent het dat wij een eerste aanzetje voor wat input voor die discussie met u willen delen. En ook aan u willen presenteren via een verkenning die aan het einde van de middag aan de minister Klink zal worden aangeboden. Maar niet alleen via de verkenning, maar ook via de inhoudelijke discussie vanmiddag. Wij menen een interessant programma voor u samengesteld te hebben. En daarmee ook de opmaat te bieden tot verschillende ambities. Allereerst, wat is er inderdaad vanuit dat nieuwe wetenschappelijk inzicht op dit moment beschikbaar ten behoeve van het nadenken over keuzes en gedrag en de wijze waarop wij dat kunnen beïnvloeden? Wat betekent dat dan vervolgens voor hele concrete beleiddossiers? Volgende week wordt er in Kopenhagen over het klimaat gediscussieerd. De eventuele maatregelen die daar worden vastgesteld zullen handen en voeten moeten krijgen. Zullen u en ik raken als burgers? Hoe kunnen u en ik heel concreet in ons gedrag belangen rondom energie, belangen rondom het milieu implementeren? En welke rol speelt de overheid daarbij? Dus vanuit die wetenschappelijke kennis heel concreet naar uitdagingen waar onze samenleving op dit moment voor staat. Op het gebied van milieu, maar zeker ook op het gebied van de gezondheidszorg. En aandacht voor hoe ver willen we daarin gaan? Hoe ver willen wij als overheid en via welke mechanismen, via welke sturingsmechanismen willen we inderdaad dat gedrag van burgers sturen? En kunnen we überhaupt dat gedrag van burgers, bedrijven sturen? Kortom, een aantal uitdagingen, niet alleen voor vanmiddag, maar ook voor het project waar wij binnen de WRR onder leiding van mijn collega Henriët Prast aan werken. En wat uiteindelijk ook wellicht over een jaar, als de ambitie is over een jaar, in een rapport zal resulteren.
En dan afsluitend het programma voor vanmiddag. Of course, first our keynote lecture by Professor Taylor. Vervolgens een tweetal sprekers nog voor de pauze. Maarten Haaier, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, die met u kennis zal gaan delen. De titel die ik hier heb staan is: Can nudging help avoid a climate catastrophe? Of het dat zou worden, weet ik niet. Maar met het oog op volgende week lijkt me dat daar absoluut interessante aanknopingspunten zitten. Martin van Hees, hoogleraar ethiek en politieke theorie aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal vervolgens spreken. Na de pauze minister Klink. En vervolgens afsluitend voor vanmiddag een volgens mij heel spannende, leuke, maar absoluut ook inspirerende discussie met videofragmenten tussen Ines de Beaufort en mijn collega raadslid Henriette Prast. Met afsluitend de overhandiging van de verkenning aan minister Klink. And let me then come to introducing you, Professor Taylor. As said, we're honored to have you here tonight. You're a highly distinguished scholar and academic, and one of the pioneers on this theme in this domain. Not only from a scientific perspective, you've published numerous articles in key ranking journals, but I think among the general public, you're best known by your book written together with Kirsten Sunstein Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, which you published last year. And I just saw under your chair that the Dutch translation is available. And for those of you who'd like to read it in the Dutch default language, it's titled Nudge, Naar Betere Beslissingen Over Gezondheid, Geluk en Welvaart. En volgens mij inmiddels in de winkels te krijgen. The influence of your work is enormous, both at a scientific level, but also at the public, at the policy level. I understand that you've recently been appointed to advisor of David Cameron, if I understand it correctly, the UK leader of the UK Conservative Party in the UK. You've been given an honorary doctorate at the Erasmus University of Rotterdam, so you're not unknown to the academic world in the Netherlands and have been distinguished for your work. And you are, for those of you who haven't read that yet, a professor, Robert P. Gwynne Professor of Behavioral Science and Economics, and you are the director of the Center for Decision Research of the Graduate School of Business, University of Chicago. You're a member of the American Academy of Arts, and you've, well, have numerous distinctions as well in your scholarly publications, as said in your societal-related work. It is my honor, also on behalf of the WAR, our new directeur Wendy Asbeek-Brussen, my colleague, fellow colleague raadsleden, as well as staff and ondersteunend personeel, to have you here and to give the floor to you. Thank you very much for being here.